Kinderen die nemen graag risico bij het buitenspelen en klimmen graag in bomen bijvoorbeeld. Maar in de stad kan dat steeds minder. We lopen aan tegen allerlei regels en ook is er steeds minder ruimte in de stad voor allerlei vormen van buitenspelen. In ons onderzoek inventariseren we hoe het gesteld is met het risicovol buitenspelen in de stad. En denken we ook na over verschillende aanbevelingen hoe we dit risicovol spel verder kunnen stimuleren.